Geweldig, if you sab dat yo tek opolangi goko eri tunso da abo bong fu I biking suku a informatie, want in have go full a for ding papier amoro in handmatig alles aan je doet via je mobiel of je laptop. Ook toe de maf MP de maf kies score voor detecteer valse reisdocumenten, paspoorten, nanga latratra sani. Want de man abif go in een systeem van grondtap ook toe. En volgens de man voor MP Masra Samuels dan de man een jaar die zie ik met vorig jaar, de man detecteert ongeveer 150 valse documenten. En Ramante Eindhard had ook een gesprek met het hoofd van de militaire politie. En hij gaf aan wat de achterliggende gedachte is van Ascoro, zal de MP man kiezen. En ook toe, ze gaan ook andere organisaties die kennis geven en inzichten. Hoe valse documenten te detecteren. In januari het afgelopen jaar zijn we begonnen in een heel project om de militaire politie op te leiden, te trainen tot documentendeskundigen. En zodat wij eigenlijk hier niet meer hoeven te komen, maar dat ze zelf de documententraining kunnen gaan verzorgen. Dat hebben we eigenlijk in 3 fases gedaan. En gisteren was fase 3. En hebben we eigenlijk de 10 mensen van de militaire politie hebben we opgeleid om trainingen te verzorgen in het geven van identiteitsdocumenten. Hoe belangrijk is deze vernieuwing voor ons systeem? Identiteitsfraude, identiteit, het is het belangrijkste wat er is. Heb je een goede identiteit, heb je de goede controle gedaan op de documenten, weet je wie er binnenkomt. Zijn er nog vervolgtrainingen na deze? De militaire politie gaat nu zelf beginnen met de trainingen. En daarbij zullen wij hun helpen assisteren, hun coachen. En we zullen één keer in de 2 jaar komen bij terug voor refreshment, voor nieuwe dingen die gebeuren in het kader van het document. Gisteren hadden we de afsluiting van deze training na 10 dagen. En we hebben nu 10 trainers in huis. En de bedoeling is dat we de andere instanties ook gaan trainen. Welke instanties worden hierbij ook getraind? Je mag weten, we zijn bezig met alle airliners, omdat ze ook met documenten werken. We hebben het ministerie van Bibus, het ministerie van Juspol, we hebben de CBB-kantoor ook inbegrepen en het ministerie van Binnenlandse Zaken. En hoe belangrijk is dit proces in uw werk? Het is belangrijk dat je frauduleuze documenten moet kunnen herkennen. We weten dat mensen reizen met valse documenten en dat moet je kunnen herkennen. Vooral criminelen reizen met valse documenten. En daarom worden mensen getraind om die documenten te herkennen. Voor het afgelopen jaar of het jaar daarvoor was er een stijgende of een dalende trend voor wat betreft fraude documenten vervalsen? Je mag weten, het afgelopen jaar hebben we meer dan 150 valse documenten in beslag genomen. Dit jaar is het gedaald omdat de mensen nu getraind zijn in het herkennen van de documenten. En de criminelen volgen ons ook, dus er komen minder naar Suriname. Maar wij willen het brengen dat geen enkel persoon, geen enkel passagier met een vals document langs gaat. En welke boodschap heeft u voor de samenleving? Voor de samenleving? U merkt dat we zijn constant bezig. Wanneer je een document heeft, check of het niet vals is. Koop geen paspoorten op straat, want ze zijn ook te koop. Want we zullen erop letten dat het document echt is.